Ik denk dat mijn favoriete aller tijden is C'est arrivé près chez vous, denk ik. Dat mijn favoriete Belgische film was. Ook omdat dat zo onwaarschijnlijk hard was en zo. Maar ik ben wel heel blij met een Belgische film als je ziet waar dat naartoe aan het gaan is. Als je kijkt naar films als Patser of zo, dat je merkt dat ook de regisseurs en de acteurs en iedereen hier begint dat groter te zien. He? Dingen als Runskop en zo, die enorm veel internationaal succes ook hebben gehad. En onze, ook de moderne acteurs, al degenen nu Veerle Bautens en Matthias Schoenaars en Matteo Simoni, dat zijn allemaal mensen die beginnen mee te draaien op internationaal vlak. En dat is mooi dat we zo'n beetje de Vlaamse boerenfilm, dat we daar uit aan het groeien zijn. He? Dat het nu ook allemaal flashy en neon en cool mag zijn. En niet alleen hier weer een gezinsdrama ergens in de boeren buiten. He? Zo, dat is zo tof dat je merkt van de wereld begint kleiner te worden, ook voor Belgische film. Die scoren nu ook prijzen op internationale filmfestivals. Dus je voelt van dat zit in de lift. En dat is heel tof. Dus ik ben altijd heel gelukkig voor elke kleine Belgische productie die de kans krijgt om iets groot te doen. Zo, hè, zeker als je weet dat Adil en Bilal dat die nu die een Bad Boys 3 gaan doen en zo, dan denk ik altijd, hey, score one for the home team. Zo, goed gedaan, mannen. Hè, zo, gaat dat en doet dat goed ook. Dan kan het niet verknoeien, hè, dat we terug boerenfilms moeten maken.